Ik wil beginnen met een citaat van Salman Gradovsky. Dat is een van de Joden die bij het Sonderkommando werkte. En zijn getuigenis heeft opgeschreven en in een thermoskan gestopt. En dat is later gevonden. Dat is een heel heftig verslag. Ik vond het in een bloemlezing van Arno Grunberg. Dat heet Bij ons in Auschwitz, in het begin dit jaar uitgekomen. En daar schrijft hij onder andere dit. Ik wilde dit, samen met andere aantekeningen, achterlaten als aandenken, opdat de wereld zal weten wat er gebeurd is. Ik laat het achter voor de toekomstige wereld van vrede. Ik heb mijn geschriften in de as begraven, omdat ik dat als een veilige plek beschouwde waar men zeker zou gaan graven, om sporen te vinden van de miljoenen omgekomen mensen. Maar onlangs zijn ze gekomen om overal waar as was, sporen uit te wissen. Ze gaven opdracht de as fijn te malen en naar de wiegsel te brengen en met de stroom te laten meevoeren. Beste vinder, zoek overal, doorzoek elk stukje aarde. Met dat laatste doelt hij dan op alle andere getuigenissen die ook begraven zijn daar. En dan in een ander fragment van dezelfde man. Het is heel goed mogelijk dat dit hier, de regels die ik schrijf, de enige getuigenis zullen vormen van mijn leven. Maar ik zal al gelukkig zijn als wat ik schrijf zal doordringen tot jouw vrije wereldburger. Het is geschreven in Auschwitz 1944, enkele weken voor zijn dood. Het gedicht heet Salman Gradovsky. De hemel was een koperplaat. Een etsnaald werd zijn pen. Zijn lichaam is verkoold tot as, maar eeuwig klinkt zijn stem. Hij stelde in een aardse hel zijn martelgang op schrift, als flessenpost ter redding van zijn nagedachtenis. Hij zag het crematorium en gaf zijn schrift een graf. En na zijn dood verrees daar zijn gedetailleerd verslag. Sarah, Sore, Liebe, Esther, Revoel, Wolf, verbrand. De as, las ik, woog per persoon 640 gram. Dit overschot moest daarna nog gedumpt in de rivier, opdat van hen niets overbleef, behalve op papier. Zou God, die in de hemel woont, achter de koperplaat, gelezen hebben wat onder zijn vloer geschreven staat? Die eeuwige gravure van een moegestreden pen, die beden om gerechtigheid, een graf, een requiem. Wel een heel bekend gedicht van Henk Vedder, het heet Joods kind. Zij wacht hem elke avond aan de trein. Het meisje met de onarisch zwarte haren. Met ogen die verstrakken in een staren. Of vader gauw de tunnel door zal zijn. Forensen schuifelen langs de binnendeur en schieten van de trap in dagelijks jachten. Het donkere kind kan enkel staan en wachten, vlak bij het hokje van de conducteur. Dan zwaait een mannenarm een verre groet. Op het klein gezicht bloeit plotseling herkennen. Ze moet op slag hard naar haar vader rennen. Hij bukt zich laag en zoent haar smalle toet. Nu gaan ze samen door de late dag. De man gebogen en van zorg gebeten. Het ratelstemmetje wil erg graag weten waarom ze nog niet naar het zwembad mag. O Heer, ik heb vandaag één bede maar. Elk Joods gezin wordt haast van één gereten. Laat de Gestapo deze twee vergeten. Laat die in Jezus' naam toch bij elkaar. Van Ira Gerhard, het Carillon. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen waarin de zware klok bewoog, doorstrooid van lichter sprankelingen. Wij slaan het oog tot u omhoog.
En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad. Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Dit is eigenlijk een liedje. De tekst is van Willem Wilmink. En ik ga het dus niet zingen, maar als je benieuwd bent, dan kun je dat opzoeken op YouTube. Naar vertolkingen van het liedje, volgens mij door Joost Prinsen. Het heet Als het net even anders was gegaan. Als Hitler toch de oorlog had gewonnen, wat weinig had gescheeld met die V2, hadden we dan nog levensmiddelenbonnen of viel de toestand achteraf best mee? We kwamen zonder een Joodverklaring weer op normale wijze aan de poen. En er was geen verzekerde bewaring voor de zigeuners die geen mens iets doen. Er zou geen Jood of geen zigeuner meer bestaan als het net even anders was gegaan. Geen Surinamers waren hier gekomen en geen Molukker was Europeaan. Geen gastarbeider was in dienst genomen of toch, het vuile werk moet ook gedaan. Van concentratiekampen zou men praten, dat valt wel mee, er wordt zoveel beweerd. We zouden het rustig daarbij kunnen laten, want geen getuige was teruggekeerd. De nazi's hadden het veel grondiger gedaan als het net even anders was gegaan. Hitler had een spierwitte snor gekregen, werd door de meerderheid gerespecteerd. Hij was de vader van de autowegen en hij had Mussert al geliquideerd. Wie zouden zich in het openbaar vertonen? Wie zouden ons regeren uit Den Haag? Wie zouden er in grote huizen wonen? Precies dezelfde rijken als vandaag? Wij vonden vast wel weer een zin in ons bestaan als het net even anders was gegaan. Voor homoseksuelen streng verboden zou er te lezen staan op de cafés. Wat afweek van de norm, dat zou men doden. Men kocht Mercedes'en en BMW's. Om dan als heersers langs de weg te razen. Dat iedereen hun macht en welvaart zag. Want het verzet was werk geweest van dwazen. En Engeland verarmde met de dag. Wat zich verrijkte was de haat en rassenwaan. Als het net even anders was gegaan. We weten allemaal dat Hitler heeft verloren. We zijn weer van de tirannie gered. Maar zou ik anders ook een lied doen horen? Een bloed- en bodemlied? Of juist verzet? Zou er in zulke uitzichtloze tijden nog iets bestaan als hier en daar een sprank van moed en hoop die boeken doet verspreiden, Jan Kampert en Van Randwijk, Anne Frank? Zou iets van het goede, schone, ware nog bestaan als het net even anders was gegaan? Deze is ook van Willem Wilmink. Het heet Oorlog. En ja, het perspectief ligt duidelijk bij een kind. Oorlog. Het was oorlog. We zaten gewoon in de klas. Je was bang voor een vak waar je slecht in was. Je was bang voor een beurt, zo ineens voor het bord. Niet bang voor de oorlog, maar voor je rapport. De Duitse soldaten marcheerden maar aan. De Duitse soldaten, wat zongen die dan? Er bloeit een wit bloempje daar ginds op de hei. Of in de maand mei is de winter voorbij. We vonden het mooi, zo'n soldatenlied. Het kwaad dat ze deden, dat kenden we niet. Soms was er doodsangst door het gerucht van vliegtuigen met mooi weer in de lucht. Mooi weer, dat betekende levensgevaar. In een kelder zaten we dicht bij elkaar en de buurman speelde zo dapper voor spook. En we moesten nog wel om lachen ook. We hadden na een bombardement nieuw speelterrein met gras en cement. Daar speelde je dat je gesneuveld was, dan lag je een tijdje dood in het gras. Je maakte een voetbal of ook wel een bom van proppenpapier, elastiekje erom. Het leven ging meestal gewoon maar zijn gang. Soms was je toch bang, soms ben ik nog bang. Dit is ook eigenlijk een liedje. De tekst is van Jan Boerstoel.
En het heet Oud geworden natiebeulen. Oud geworden natiebeulen, sinds de oorlog aangeklaagd. En opeens staan ze dan toch nog voor een aards gerecht gedaagd. De tv brengt ze in kleuren, maar zwart-wit blijkt geen bezwaar. Kijk ze langs hun voorhoofd strijken met zo'n doodmoe handgebaar. En ik kijk maar, en ik kijk maar, en ik zit en kijk ernaar. Naar hun oude mannenhanden, vlekkerig met dikke aren. Zijn dat nou die handen die ooit dodelijke wapens waren? Die geweren presenteerden, knuppel en karwats hanteerden, galgetouw, pianosnaar. Ja, het zijn diezelfde handen, jaren ouder weliswaar. Oud geworden natiebeulen, maar gehoorzaam als altijd. Dat gevoel voor discipline raak je immers nooit meer kwijt. Als de rechter hun een vraag stelt over hoe het is gegaan, hebben ze nog steeds de neiging in de houding te gaan staan. En ik kijk maar, en ik kijk maar, en ik zit en kijk het aan. Nette, niks bijzonders voeten in gepoetste, zwarte schoenen. Zijn dat nou dezelfde voeten uit mijn helse visioenen? Die de hakken lieten klappen, die niet ophielden met trappen, vrouwen, kinderen van twee. Ja, het zijn diezelfde voeten en ze kunnen best nog mee. Oud geworden natiebeulen, eindelijk de rekening. En nog steeds dezelfde praatjes, leugens en vertekening. Bij het lezen van de aanklacht, geen die maar van kleur verschiet. Slechts meewarig hoofden schudden, onbeschaamd en hypocriet. En ik kijk maar, en ik kijk maar, en geloof mijn ogen niet. Zijn dat nou mijn eigen ogen, waarmee ik hier zit te staren, die bij oorlogsfilms zo blind van machteloze tranen waren, maar die nu capabel blijken natiebeulen aan te kijken, zomaar, recht in hun gezicht. Ja, het zijn mijn eigen ogen, waarom doe ik ze niet dicht? Waarom stop ik niet en zwijg, voor ik medelijden krijg?